Ik sta aan de rand van het strand. Een zeilboot vaart doorheen de ochtendbries richting oceaan. Hij is de pracht en het leven. Ik kijk tot hij verdwijnt aan de horizon. Iemand naast mij zegt: hij is weg. Waar naartoe? Weg uit het zicht. Dat is alles. Zijn mast is nog steeds even hoog. Zijn romp heeft nog steeds de kracht om zijn menselijke vracht te dragen. Zijn totale verdwijning uit mijn zicht is in mij, niet in hem. En op het ogenblik dat iemand naast mij zegt: hij is weg, zijn er anderen die hem aan de horizon zien verschijnen en naar hen tegemoet zien komen en roepen met vreugde: daar is hij. Het crematorium van Brussel is een autonoom overheidsbedrijf dat opgericht werd in 1933. Met eerbied voor de geloofsovertuigingen van elkeen begeleidt een professionele ploeg u in dit pijnlijk moment van de uitvaart van een dierbare. Een crematieplechtigheid verloopt in verschillende stappen die wij u gaan voorstellen. De families worden onthaald voor aanvang van de plechtigheid. Bij aankomst in het crematorium begeleiden onze beambten u naar de parking waar u uw voertuig in alle veiligheid kan parkeren. Vervolgens zal u zich begeven naar de onthaalzone waar het personeel u de wachtzaal zal aanduiden die voor u voorbehouden werd. Het is het moment van weerzien tussen familieleden en naasten van de overledene. Wij hebben onze zalen sober ingericht om er een herdenkingsplaats van te maken en ter voorbereiding op de laatste groet. Inmiddels installeert het personeel samen met de begrafenisondernemer de kist in de plechtigheidszaal. Het moment van de plechtigheid is gekomen. Onze beambte nodigt u uit om mee te gaan naar de plechtigheidszaal. Dit moment van intense emoties zal de vorm nemen die u wenst. Hiervoor houdt onze ploeg zich ter uw beschikking om de plechtigheid voor te bereiden. Naast de keuze van muziekstukken zijn de aanwezigheid van een externe priester, lezing van teksten of multimediaprojectie mogelijk, zodat deze tegemoetkomen aan uw verwachtingen. Aan het einde van de plechtigheid kan de kist op symbolische wijze de zaal verlaten in uw bijzijn, indien u het wenst. Aan het einde van de plechtigheid kan u de rouwbetuigingen ontvangen van de aanwezigen. Alvorens te vertrekken kan u elkaar ontmoeten in onze receptieruimte en er een kleine maaltijd delen of simpelweg samen een glas drinken. Dit moment laat vaak toe om het contact terug aan te knopen en herinneringen te delen van de momenten die men samen doorbracht met de overledene. Ongeveer 2 uur later, wanneer de crematie afgelopen is, kunnen de assen uitgestrooid, begraven of bijgezet worden in een columbarium en zelfs uitgestrooid worden op zee. U staat vrij de urne of een symbolisch deel van de assen van het gecremeerd lichaam mee te nemen. Onze medewerkers, waarvan u de gegevens terugvindt op onze website, houden zich ter uw beschikking om te antwoorden op al uw vragen.